We zijn alweer een week verder en deze vlog wil ik jullie laten zien hoe dat de spuit werkt. Hoe dat ik het moment bepaal wanneer dat ik de pootaardappelen doodmaak. En hoe hard dat deze uien gegroeid zijn. Ik begin nu met het uitleggen van de spuit. Er zijn natuurlijk allerlei merken spuiten. Ik heb een Amazone spuit met een 3200 liter tank. Dit is de schoonwatertank. Nemen we schoon water mee om als we klaar zijn met het spuiten om de doppen schoon te maken en de tank schoon te maken en de restvloeistof over het land uit te spuiten. Deze spuit is 36 meter breed als je hem uitklapt. Ik heb er 4 doppen op zitten. Dat is de Legler 05, Legler 03, de Airmix 03 en de Airmix 05. Hier nemen we eventueel spullen mee, extra gewasbeschermingsmiddelen. Hier zuigen we het schone water mee op. En dit is de fustreiniger. Hier kunnen we het fust mee reinigen. Er zit hier een ringleiding en hier kunnen we de fust mee schoonblazen. Als we hier de fust op de kop zetten, gaat dit ding draaien en water en maakt de fustbus helemaal schoon. De spuit die moet ook elke 3 jaar moet die gekeurd worden door SKL. Maar voordat je mag spuiten met deze spuit, moet je dus wel een cursus gevolgd hebben en jaarlijks cursussen blijven volgen om deze licentiepas geldig te houden. Als je deze pas niet hebt, mag je geen gewasbeschermingsmiddelen ophalen bij de leverancier en je mag ook geen gewasbeschermingsmiddelen toedienen. Verder moeten de gewasbeschermingsmiddelen achter slot en grendel goed opgeborgen. We hebben hier nog een schoon watertank om je handen mee te wassen en zeep. Er staan hier 2 pompen voorop. Die zorgen ervoor dat het middel goed gemengd wordt in de tank. En er zit natuurlijk een computer in. De spuitcomputer. Hier kun je aangeven hoeveel liter water dat je per hectare wil spuiten. Het werkmenu, de secties, de balans, automatisch spuiten, hoeveel liter er in de tank zit, de wielbesturing, 100% spuiten, hoeveel bar dat je spuit, hoeveel hectare dat je gespoten hebt en hoeveel meter dat je nog kunt rijden. Secties kun je aan- en uitzetten. De GPS.
En de kant op. De kant op spuit naar binnen toe. Dus van de slootkant af. Ja, hoe bepaal je nou wanneer dat je deze aardappels dood moet maken? Normaal, als je grote percelen hebt, dan rooi je op 3 verschillende plekken 2 meter. Die ga je uit elkaar zeven en dan ga je bepalen hoeveel gedeelte dat er in de maat 35-50 zit. Want de 35-50 is de duurste maat om financiële opbrengst te halen. Nou, hier kun je het van dichtbij zien. De meest optimale maat is 50 vierkant. Ik heb hier een aantal aardappels die passen hier niet meer door de 50. Er zitten nog een paar kleintjes in. Dus ondermaat komt er niet echt veel meer bij als we deze nog heel erg lang laten groeien. Maar je krijgt ook de dikkere maten gaan eruit groeien en die leveren weer veel minder op en die kunnen ook niet als pootgoed weg. Dus je zult een keus moeten maken. Zoveel mogelijk in de maat 35-55. Dit ras is nu zover. Ze zijn mooi afgerijpt en we hebben de keurmeester al gehad. Die heeft ze gekeurd. Dus we kunnen ze doodmaken. Het duurt nog wel een week voordat ze dood zijn. Dus ze groeien nog wel een dag of 5 door. We hebben nu ongeveer 4 rijtjes liggen. Je kunt zo stellen dat elk rijtje is 10 ton per hectare. Elke dag dat ze langer groeien, komt er een ton per dag bij. Nou, ik dek ze weer toe. En dan hoop ik dat ik volgende week kan klappen. En dat ze niet uit de maat groeien. De laatste weken zijn we heel erg druk geweest met aardappel selecteren. De keurmeester, afkomstig van de NAC, de Nederlandse Algemene Keuringsdienst, die doet 3 keer een onverwachte veldkeuring en die kijkt naar virus, vermenging en eventueel bacteriën als dat erin mag zitten en afwijkende planten. Als we ze dood willen hebben, dan komt er nog een 4e keuring achteraan. We zitten hier op de uien op de zware grond. Ik heb al gemeten. 64 centimeter is de langste pijp. Dat is 7 centimeter erbij. Ze beginnen nu wat te bollen. Het meten is alleen een beetje moeilijk. Dus daar begin ik volgende week mee. We zijn hier bij de rode uien. Langste pijp is 90 centimeter. 13 centimeter erbij.